dat. Wij hebben lekker pancit gehaald. Ja. Want dan heeft hij heel erg last van hem moed en zal hij eruit. Goedemorgen, het is vrijdag. En ik zit een beetje in dubio. We wilden misschien vandaag naar het strand gaan, maar toen las ik net online dat het zo druk is dat ze heel veel wegen afzetten en parkeerplaatsen afzetten. En dat je dus heel lang in de file kan staan voor niets. Dus ik zit even in twijfel, want daar heb ik echt geen zin in. Dus dat we natuurlijk in een verbouwing zitten die redelijk tot het einde komt en ik daarvoor ook best wel veel moet doen. Dus ik zit heel even in dubio. Nu heb ik al een paar mensen die wel al om me heen gaan. Dus ik heb al gevraagd, laat me zo even weten. Dan kan ik even kijken of ik wel of niet die kant op ga. Maar voor nu heb ik er sowieso even geen zin in. Ik ga echt niet een uur of twee uur in een bloedhete file staan. Om niet eens te weten of je eraan komt. Dat... Dan kan ik echt mijn tijd nu nuttiger besteden. Het is ook echt zo verschrikkelijk stoffig in huis. Na het stuken. Echt. Gisteren heb ik geloof ik 5 keer gedweld. En heel mijn vloer heeft nog steeds weer een witte waas. Het zit gewoon in de lucht. En hoeveel we ook luchten. En stofzuigen en dweilen. Het maakt gewoon niet uit. Ik weet dat moet er even uit. Dat duurt even. Maar wat doe. Ik heb me aangekleed. Ik heb deze top aan, die is van Modstrom, broekje Kes, schoenen van Doen en ik heb mijn Ted Baker tas erbij. En we gaan nu eerst zo even snel boodschappen doen. Oh, en dan het moment dat je de auto opstapt, de stoelen zijn zo heet, dan kan het dan bijna niet op zitten. En dan wil ik ook zo, maar niet zo. Nee, dan brand ik weer mijn benen weg. Ah, die airco moet echt snel wat genoemd. Ja, alles is heet. Ik moet gewoon alleen mijn hoofd vertrokken en dan zo rijden. Jouw vader is altijd helemaal gek van leren bekleding. Nou, geef mij mijn stoffige kleding. Dat is echt niet zo heet. Airco, Max. Oh. Welke airco? Hij stond wel koeler, maar niet airco. Ik kwam bijna aan de auto. En dat 5 minuten. Sauna! De sauna is lekker, hè? Ja. En hier heb je metalen video. Dit is ook metaal. Top, joh. Dit lange vaststaat heb je brandwonden, denk ik. Het doet gewoon pijn als ik moet schakelen. Hoe dan? Oh, kijk wat zij heeft gedaan. Ik voel mijn bril elke keer te heet. Dus die heeft ze helemaal in de vriezer gelegd. Wij hebben lekker pancit gehaald. Ja, en ik heb ook een groene appel en siroop. Ja, Sarah die vroeg iets in de winkel, maar ze kennen haar daar allemaal. Dus toen kreeg ze eerst de appel, toen had ze dorst. Voelde ze of ze een klein beetje water mocht. Dat vloept ze eruit voordat ik het door heb. Toen kreeg ze siroop. Je krijgt alles voor elkaar daar. En nu nog pancit. Nou. Oh, ik denk jij geeft hem aan mij. Ja. Lekker hè. Oh, zo stom. We zijn dus nog wel even naar het water geweest, maar gewoon hier in de buurt. Naar een mini strandje, zeg maar. Maar ik was mijn camera vergeten en mijn telefoon. Dus ik kon helemaal niks vastleggen. Maar goed, we zijn eventjes geweest en het was gewoon gezellig. Toen thuis gelijk gekookt en Sarah is nu naar boven. En die riep dat er volgende voortand ook heel erg los zit. Dat heeft ze gewoon zelf losgefrikt. Maar of ik wil kijken of ik hem eruit krijg. Want het laatste beetje durft ze nooit. En nu, na 5 tanden, durf ik dat gewoon goed te proberen. Want dan heeft ze er heel erg last van. En moet en zal die eruit. Hij zit aardig los. Ik weet niet of hij eruit gaat, hoor. Ja, hij gaat wel alle kanten op. Je hebt net zo lang zitten wiebelen dat hij helemaal los zit, hè? Ja. Kun je eens voelen?
trekken. Even je lip naar boven trekken. Ja, die andere zat wel losser dan deze, hoor. Dat wel. Probeer het eens zelf dan. Ik heb nu alleen gevoeld. En er komt wel bloed langs, maar dat komt omdat je gewoon zo erg hebt lopen wrikken. Oh, ik vond het vroeger ook wat zo. Ze moesten en zouden eruit, dus ik snap je wel. Gezicht erbij, joh. Kijk, hè. Hij zit zo scheef in de andere kant op. Eens kijken hoe nu dan. En dan nog minder, hè. Hij gaat alleen maar die kant op, niet die kant op. En naar voor, hoe ver? En naar achter? En hij wil maar twee kanten nog op. Je hebt wel bloed aan je hand gehad. Ik denk niet dat hij er... Doe niks, ik heb hem nog niet eens beet. Ik probeer het te voelen. Laat me eens voelen. Hoppa dan. Nee, die gaan we er vandaag nog niet uitkrijgen. Maar... Jawel. Ik weet dat je het graag wil, maar dat gaat niet lukken. Nee, het gaat lukken. Schat, dan moet ik je echt heel erg pijnigen. Weet je wat we doen? Dan kan je nog even morgen lekker een dagje wiebelen en dan proberen we het morgenavond weer. Nou, laat hem dan nu los, anders heb je alleen maar bloed in je mondje als je gaat slapen. En anders, dan ligt hij daar vannacht in slaap uit. Dat is ook niet fijn. Sarah, stop maar. Nee, hij zit nog niet los. Hij zit nog niet los genoeg. Die ander zat losser. Echt waar. Ik ben echt zo benieuwd. Ik heb echt het gevoel dat ik over een uurtje of zo geroepen ga worden. Mama, hij zit nu wel los genoeg. Dus ik heb een bedje met mezelf gelegd. Hoe lang het duurt. Schat een uur aan anderhalf. Dus we gaan het zien. Ik zal jullie ook op de hoogte brengen. Het is nu precies 7:30. Hij springt echt op 7:30. Dat ik dit zeg. Dus dan zou het rond 8:30, 9:00 moeten zijn. Nou, we gaan het zien. Vorige keer riep ze om 9:45. Wij gaan weer Dark kijken. En ik moet zeggen, in het begin, ik vond het wel een boeiende serie. Maar niet super. Maar hoe verder je erin komt, hoe boeiender die wordt. En het is best wel complex. En ja, hoe verder je erin komt, hoe meer je gaat begrijpen. Dus nu zit ik wel echt dat ik elke keer echt verder wil kijken. Terwijl in het begin vond ik het niet erg als we verder gingen kijken. Maar had ik niet echt zoiets, ik wil weten hoe het verder gaat. En nu heb ik dat dus wel echt elke keer steeds meer. Dat ik echt denk, ja. We lachen. Sarah riep net voor iets anders. En je zag dat ze nog wel goed lopen wrikken, maar hij zit echt te vast. Dus ja, ze krijgt hem gewoon niet los genoeg. Maar we moeten wel lachen, want ze zou hem met rust laten. Maar dat heeft ze toch niet helemaal kunnen doen. Dus ik heb zo'n vermoeden dat hij er morgen uit gaat zijn. Marco is trouwens naar bed, dus ik heb net even snel geëdit. Maar ik wil zelf echt niet te laat naar bed gaan. Dus doe morgen renderen. En ik ga nu even mijn thee drinken en een heel klein stukje zelf tv kijken. En dan ga ik daarna naar boven. Ik ga lekker slapen. Dus, wederom, bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen graag weer. Doei doei!